Indonesië 1961. Veel huizen van Nederlanders staan er verlaten bij. De bewoners zijn vertrokken nu de Indonesische houding jegens hen steeds grimmiger wordt. Het jarenlange conflict tussen Nederland en Indonesië om het bezit van Nieuw-Guinea, Nederlands laatste kolonie in de Oost, neemt dreigende vormen aan. Met veel militair machtsvertoon maakt president Sukarno duidelijk dat hij bereid is tot het uiterste te gaan. Saudara-saudara tentu masih ingat kenapa saya yang dulu begitu sabar terhadap kepada Belanda dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat itu akhirnya seperti tidak sabar dan melansir politik konfrontasi. Irian Barat harus dibebaskan dari kolonialisme Belanda dalam tahun 1962. Het is allemaal al eerder gebeurd, vlak voor en na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Landgenoten die jarenlang in de tropen hebben gewoond en gewerkt, worden door de politieke omstandigheden min of meer gedwongen terug te keren naar Nederland. Dat geldt ook voor tal van Indische Nederlanders, van wie velen zelfs nog nooit in Nederland zijn geweest. Op weg naar Nederland passeert de Zuiderkruis het schip De Grote Beer, dat voor de terugtocht uit Indonesië en Nieuw-Guinea al volledig is volgeboekt. Bij aankomst in Nederland worden de repatrianten opgevangen door medewerkers van het ministerie voor maatschappelijk werk die zorg dragen voor een warm welkom op deze winterse dag. Wollen kleding, soep en lunchpakketten worden uitgedeeld en dan worden de nieuwkomers naar de gereedstaande bussen gebracht. De bussen vervoeren de mensen naar verschillende pensions en opvangcentra in het land, waar ze voorlopig zullen verblijven en zullen trachten een nieuw bestaan op te bouwen. Benoit, Charles? Ja, Charles Benoit. Et toi, papa? Ikan asin. Gezouten vis. Welkom in Nederland. Thank you.
overkomen, zal niet naar de Verenigde Staten terugkeren voor de onderhandelingen met Nederland over de kwestie Nieuw-Guinea. Dit heeft de stafchef van het operationeel commando voor Nieuw-Guinea, generaal Jani, in Jakarta bekendgemaakt namens president Sukarno. Generaal Jani heeft in Jakarta verder meegedeeld dat hij een communiqué heeft ontvangen uit Makassar dat de Nederlandse berichten over het incident bevestigde. Generaal Jani zei dat aan beide zijden was gevuurd, maar dat er geen schade was wat betreft Indonesisch personeel of uitrusting. Zo, u zult zich natuurlijk moeten aanpassen, dat snapt u. En dit is dan de badkamer. Ook voor hier gelden een paar regels. Baden, eenmaal per week en niet langer dan 20 minuten. Kalubgitu dio orong blanda, baltira enna. Wat zei ze? Dat u een mooie badkamer heeft. Ik raad u aan uw kinderen Nederlands te leren. Wij zijn in Nederland en hier wordt Nederlands gesproken. Maar in Indië zijn we gewend om 2 maal per dag een pad te nemen. Zoals ik al zei, wij zijn hier niet in Indië. En als het u niet bevalt, moet u maar teruggaan. Dat u de badkamer in een schone staat dient achter te laten, hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Zo zijn wij dat in Nederland gewend. Ziezo, alles is duidelijk, hoop ik. Mijn man brengt u dadelijk het eten. Dat doet hij trouwens iedere dag. U mag ook zelf koken op afgesproken uren. Maar de onkosten kunt u niet verhalen op het pension. Dat spreekt vanzelf. Boerenkool met worst de la maison. Zo, u krijgt elke dag wat anders. Morgen spruitjes, dan rode kool en elke zondag een griesmeelpuddingje toe. Wel smakelijk. Dank u. Het is koud, jongens. Maar het blijft koud. Ja, pikkels een ijspegel. Ja, is het gaan regen, is het koud. Met een land, hè. Zeg, dan zijn we wel even winnen, hè. Ja, nogal, ja. Maar Holland is geen Indië, jochie. Ja, Indië is geen Holland, wat een gelul allemaal, Cor. Ja, ja, dan lullen we het af als morgen vroeg, hè. Ja, maar we lullen toch om de tijd te vullen? We lullen ons gewoon warm. Dat zijn de heren studenten. Die rijke stinkjes gaan nu hun nest in. Ja. Gelijk hebben ze. Een kut met apen, een doos condoom, een kot.
God, wat blijft die tyfusbus? En hoe heet jij? Hannes, meneer. Hannes hoe? Hannes Benoit. Hij heeft in Indië op school gezeten. Dat kan je nou leren op een kampongschool. Rijst stampen, pijlen snijden. In mijn tijd, toen ik nog les gaf in Indië, leerden die inlanders tenminste nog wat. Tegenwoordig weten ze niet eens meer waar Munnekeburen ligt. Munnekeburen ligt in Friesland, meneer. Stilte! Pakt u hem maar eens flink aan, die snotjongen. Ga daar maar achteraan zitten. We gaan verder. Eén keer negen is negen. Twee keer negen is acht. Mogen wij een biertje en een paaitje, alstublieft? Een paaitje? Wat is dat voor taal? Dat is een paaitje. Dat is jenever. Nou, zeg het dan. Jenever. Waarom zeg je niet jenever, pa? We zijn in Holland, we moeten Hollands worden. Word jij maar Hollands, jongen. Ik blijf Indisch. Sinds wanneer schenk jij hier aan ploppers? Ploppers? Wat zijn ploppers? Dat bruine tuig natuurlijk. Kut, dat komt. Maar ik zie geen bruin tuig. Ja, stront in jouw ogen, jongen. Heb jij stront in je kop, jongen? Wat? Hey. Klanten zijn klanten, die gooien mijn tent niet uit. Oh, maar dat willen wij met alle plezier voor je doen, hoor. Niet waar, jongens? Nergens voor nodig, Meijer. Hey, kijk eens wat daaraan komt, joh. Ja, abies. Alles komt terecht, maar wees maar niet bang. We hebben werk en we hebben een dak boven ons hoofd. Alles komt terecht. Mevrouw Koopman is een afzetster. Ze laat ons veel te veel betalen. Soeda maar, soeda. Tata. Daar.
lamp. Hey, zoet. Hoe bevalt je nieuwe personeel? Wist jij dat die bruine wijven hem overdwars hebben? Overdwars? Met welke hand heb jij die steen gegooid? Goedemiddag, mevrouw Dunbar. Dag, meneer Koopmans. Wat heeft u vandaag? Boerenkool met worst de la maison. Wat bent u toch aan het koken, mevrouw Dunbar? Sambalgoreng-boontjes. Sambalgoreng-boontjes. Dat ruikt lekker. Wilt u wat proeven? Ja, graag. Zit er knoflook in? Een beetje. Nou dan. Ziet u, mijn vrouw die vindt knoflook vies. En als ze ruikt dat ik. Ah, dag Hannes. Hannes, kom meneer Koopmans even gedag zeggen. Hannes. Hannes, kom hier. Stoute jongen, waarom zeg je meneer Koopmans geen gedag? Je weet wat erop staat, hè? Steek je handje uit. Oeh, de meester. De meester heeft me geslagen. Ik zie je aan. Stil maar, dier. In Amerika hebben ze een pil uitgevonden. Hoef je nooit meer wat te gebruiken. Hé? Ja. Dan hoef je dus ook nooit meer uit te kijken. Dus je kan gewoon rustig niet aan gaan. Wat een
Kies en ik, hè? Die reilen en kwijlen bij de gedachten. Ja, maar doe gewoon maar. Op de rekening van meneer Zoet. Allemaal kan ik met de vieren wijten. Alsjeblieft. Proost. Nou, in één keer. Kom op. Goed zo, zo hoor ik het. Doe je jas uit, wijven. Zo kun je toch niet dansen? Nee, ik kan niet dansen. Natuurlijk kun je dansen. Nee, echt niet. Feest vandaag. Kom. Oh. Nee. Ga maar uitkijken als het jullie was. Die wijven kennen Guna Guna. Ja. Guna Guna. Ja. Word je helemaal gek? Loop je als een schoothondje achter de rand? De kousen zijn kapot. Het spijt me. Zal ik je geld geven? Geld? Jullie Hollanders denken dat jullie met geld de hele wereld kunnen kopen. Ga je alsjeblieft om. Nou, die man deed het niet expres. Hij heeft gewoon een prijsje met de toto gewonnen en dat willen die vieren, dat is alles. Knappe kiet en data die zin niet. Ik heb het toch. Ik knop drukken, dat zei ik toch al? Hij deed het er net echt niet. Gewoon op een knopje drukken, dat is alles wat je moet doen. Elke aap kan dat werk leren. Hier, Rijnmond. Door jou staat de hele boel stil hier. Wat krijgen we nou? Gaan we zomaar er vandoor? Als ik zeg dat je moet opruimen, dan ga je opruimen. We moeten dragen niet mee, tante Sjaan. Ik zeg opruimen. Kom op. Nee, maar allemaal. Kom. Kijk wat je doet, vuile rat. Arm kind. Kom maar mee, meisje. Ben niet te veel, meisje. Het is 95%. Jij heet Bella, hè? Wat die varkensvissen gedaan hebben is niet netjes, Bella. Helemaal niet netjes. Maar jij had nooit mogen weglopen. Bij mij de pest hier, hè? En weet je waarom? Het is alles net. Je bent mooi. Je praat netjes. Snap je? Je bent anders. Ach, ze bedoelen het zo kwaad niet. Zo. En ga nou maar fijn naar je plek terug. Dank u wel, tante Sjaan. Nou.
ik als... hoe heet die? Dan zwijg ik als Brugman. Mama! Nee. Ja, maar wat moet er dan geheim blijven? Vertel dat dan. Dat ik uitstro benauwd word. Wat één, je oude. Dat is die één. En bovendien zullen jullie dat nooit en de week komen. Tenminste niet van mij. Zo, dus jij wordt... die goeie rol, die probeert mij uit te horen, hè?我而家做紧豆腐，啲豆腐唔系咁容易做噶。No chango chi fu， 你老豆啊！Het rare Chinees van jou verstaat hij toch niet? Je moet Hollands praten. Hollands, Hollands. Heerlijk, mevrouw Benoit. Zo lekker heb ik hem nog niet geproefd. Ik zal mevrouw de Vries vragen of ze ook eens van uw sambal goreng proeft, hè? Oh, graag. Nou, hier is het geld van mevrouw Lammers en hier is de bestelling van mevrouw de Beer. Maar niet op het is, hè? Bren? Brenda, waar ben je? Ik heb wat lekkers meegebracht. Is er wat, meisje? Stil maar, meisje. Stil maar. Je bent toch een kleine meisje? Ah, huil maar. Ik begrijp je wel. Over een paar jaar, als we hard werken, met z'n allen, dan kopen we een huis. We zitten op de veranda. We drinken chendol. We eten lumper. En als het ook nog staat, even bij ik moet bestellen. Wat ben je droomt? Ja, ik droom. Kijken tot je ons weeg. Wacht maar even. Ei! Niet doen. Het is toch maar varkenskopse tent. Varkenskop? Ja, van de broek. Oh, van de broek. Wat was dit vroeger? Een fietsenstalling. Jullie wonen bij de Teef, hè? De Teef? Ja, door mensen van Koopmans. Zeg, geef je iedereen een eigen naam? Iedereen die ik ken. Oh ja? En hoe noem je ons dan? Jullie. Ja, wij. Of ben je bang soms? Ikke? De pinda's. Jullie eten de pinda's. De pinda's? Hé, hey, wat moet het daar? Hier, jij eet de bak als ik je de bakken krijg. Voor de kust van Nederland, in Guinea, is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Weer een dooie. Ja, dat kan je kind maar wezen. Ja, en wel voor. Voor een stukje grond en een handjevol van die papoea. En wij maar belasting betalen.
Jij? Toevallig wel. Zeg dit maar. Kom voor de heer Van den Broek. Mijn man is achter. Tijdens een treffen tussen... Er is iemand, pa. Meneer Van den Broek. Mijn naam is Pot. Hoe maakt u het? Ja. Mijn firma brengt een nieuw product op de markt. Uit Amerika. De hamburger. De hamburger? Dat is een hamburger. Nou. Leuk. Precies met je. Ze zijn te groot. Zal ik ze ruilen? Er moet natuurlijk het een en ander aan gebeuren. Kan een paleisje worden. Kijk rustig rond en hoor ik het vanmiddag wel. Goed. Boetie! Darling, to the Tennessee waltz, when it all
Wie in die kent wil altijd terug. Heimwee hou je. Wil jij terug? Hoe lang vaar je van Indië naar Nederland? Bijna 4 weken. Ik ben 4 weken zeeziek geweest. Wat doe Cassie aan? Het is een maand varen naar Fremantle. Fremantle? Fremantle, Australië. Zeg Albert-Jan, ruik jij wat ik ruik? Ik ruik nasi-ballen. Ik ruik nasi-billen. Jan zegt dat jullie konto eten. Is dat zo? Hij zegt dat Indo-meisjes daar dol op zijn. Mijn jurk! Mijn dure jurk! Zeg, wat zijn dat voor manieren? Zou jij je verontschuldigingen niet eens aanbieden? Laat dan met rust. Ik praat niet met proleten. Laat dan met rust, vuile etter, opsla je klotten door je strot. De Waterman, het Zuiderkruis. En het grootste schip is de Grote Beer. En ze zetten je af in Fremantle of Sydney. Kost je maar 100 gulden. 100 gulden? Ja, je moet dan 2 jaar blijven. Wonen en werken. Wil jij naar Australië? Hé, hey, dat meisje zei iets van Contol. Wat is dat? Het is iets van een man. Hey, wat een broek, hey! Hey, waar sta jij er nou uit te slopen? Hey, de krot verkocht? Krot? Ik zie geen krot. Hoe noem je dat dan? Let mij maar zaken doen, Jopie, en hou jij nou bij je schillen? Dat is al moeilijk genoeg voor je. Hey, van de broek. Wie zijn die gekken die dat krot kopen willen? Hoe vinden jullie het? Hoe vinden we wat na? Nou, dit. Maar wat is dit? Een restaurant. Hier komen de tafeltjes en stoeltjes. En daar het toilet. En hier komt de keuken. Je droomt maar. Het moet natuurlijk allemaal verbouwd en geschilderd. Dat kunnen we met z'n allen. En het geld, mama, waar halen we het geld vandaan? Oh, het geld, dat heb ik al lang geregeld met meneer Van den Broek. Geregeld? Hoeveel moet hij hebben voor dit krot? 10.000 gulden in contant en 10.000 gulden in termijnen. 20.000 gulden? Ben je nou helemaal gek geworden? Wil je al ons spaargeld uitgeven? En als er wat gebeurt, wat dan? We moeten toch een achterdeurtje houden. Er is niemand die ons helpt. Nee, maatje, ik doe het niet. Wat wil je dan? Dat de kinderen hun hele leven in de fabriek blijven werken? Wil je dat? Wil jij je hele leven bij het spoor blijven ploeteren? Je moet jezelf nou zien, pa. Je ziet eruit als een geest. Nog een paar weken werken in die kou en ze kunnen je wegdragen naar het graf. Volgende week begint de lente. Lente, lente, jachalach, lente is winter in dit land. Maar wat wil je dan, ma?
Ik wil dat mijn kleinkinderen het goed hebben. Dat ze niet ieder dubbeltje hoeven om te draaien zoals wij. En wie zegt dat die Hollanders ons eten lusten? Als het niet loopt, dan verkopen we de boel gewoon weer. En wie zegt dat we ons geld terugkrijgen? Nou, zeggen jullie ook eens wat. Wat moeten we zeggen, ma? Ik weet het niet. Durven jullie het aan? Ja, ik durf het. En jullie? Zullen die plannen eens even laten zien wat lekker eten is? En moet ik een kroontje gaan spelen? We hoeven niet verder te zeuren. Het feest gaat niet door. We hebben 15.000 gulden spaargeld. Dat is genoeg voor meneer Van den Broek en voor de verbouwingskosten. Au, niet zo hard. Dat is goed voor je, dan ben je morgen weer beter. Ik wil niet beter worden. Wat de boer niet kent, eet hij niet. Waarom niet? Weet het toch ook? Zuurkool en boerenkool en hutspot. Denk je dat de Blanders dat lusten? Sajoer en sambal goreng? Ai dan, pa. Laten we het proberen. Laten we één keer in ons leven een risico nemen. Eén keertje, alsjeblieft. Als het niet lukt, wat dan nog? Dan zijn we ons geld kwijt, maar dan hebben we het tenminste geprobeerd. Laten we het doen, Charlie. Durf je het echt aan? Het lukt ons wel. Echt. Het lukt wel. Wel tekeer, zeg. Laat ze die tent maar opknappen. Hoe fraaier, hoe beter. Wat bedoel je? Wie eet er nou ploppen voor? Jij? Nou, ik niet. En niemand niet. Dus wat gebeurt er? Binnen een maand zijn die lui failliet. Ja. En als ze de aflossing niet betalen, dan flikker ik ze er gewoon uit. 10.000 ballen, dan kunnen ze naar fluiten. Ja. Goedemorgen, heren. Dag, mevrouw Benoit. Alles goed? Ja hoor, dank u. Die tent koop ik voor een habbekrats terug. Opgeknapt en gelinkt. Gratis voor niks. Precies, je hebt tenminste verstand van zaken. En met de winst begin ik misschien een hamburgertent. Een hamburgertent? Wat is een hamburger? Ik heb het voor je meegenomen. Naar rechts en links, een heende zwaai. Naar links en rechts, een heende zwaai. En heen en weer, en nog een keer. En... Ja, gaat u door? Komt al! Kees. Auw! Voor mij. Hoe kom je daaraan? Ja, dat zou jij willen weten, hè? Maf, Kees. Au, 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 au. Ja. Ah. Nou, dit
fantastische Ramona van de Blue Diamonds, dames en heren. Zetten we de radio een tikje harder om te genieten van Just a Matter of Time van Brooke Benton. Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Go on. Until you reach the end of the line. But I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of time. Gauw naar huisje terug, hè? Iedereen is welkom. Hapjes en drankjes staan voor u klaar. Morgenmiddag om 14:00 wordt het Indisch restaurant My Blue Heaven geopend. Iedereen is welkom. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u een dansje maken op de muziek van de grotjongen. Lekker voor de buren. Die zal er toch maar naast wonen. Al die stank en die luchtjes. Nou, tante Toos. De geur van spruitjes is ook niet anders. Spruitjes zijn gezond, jongen. Waarom is dat? Wat is dat voor viezigheid? Proef die maar eens. Wij van de SNIP, van de Stichting Nederlands-Indische Belangen, juichen dit initiatief van harte toe. Maar al te vaak horen wij de uitspraak: Indo, Indolent, komt het vandaag niet, dan wel morgen. Maar beste mensen, de ondernemingslust en de ijver van de familie Benoit bewijzen juist het tegendeel. En daar kunnen wij Indo's trots op zijn. Ik dank u. Zal ik er maar? Een uitstekend initiatief, meneer Van den Broek.
Ik hoor dat u ook een stintje heeft bijgedragen. Het was vast en zeker een enorm succes. Denkt u ook niet? Het is een paleisje, mevrouw Benoit. Echt waar, een paleisje. Jij komt vanavond naar tante Toos, hè? Hé, lekker ding. Tante Toos heb ik nog nooit met een Chinees gedaan. Don Hugo, jong. Oh. Nou, zeg. Wat? Ik schaam me dood als je gedraagt. Wat om, zuil? Hij kook al een paar handen, maar. Denk je dat ik dat geloof? Vuile stink Chinees. Nee, zo maar, Bahola. Genoeg gedronken, nee. Je gaat alleen maar rare dingen doen. Wacht maar tot we thuis zijn, dan krijg je er van langs. Nee, lombo. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Voor deze dag hebben we een speciale gast. Ben Snijders. Toen ik voor het eerst moest naar het schooltje, heb ik heel erg geprotesteerd. Maar Ibu zei, het moet nu eenmaal. Wees blij, mama heeft nooit geleerd. En op de dag in nieuw gestoken, met Ibu naast mij, ik was gerust. Maar bij het schooltje, toen ik nog huilde, heeft zij mijn tranen weggekust. Mijn Ibu, je bent mij als een schitterende ster. Een ster die me leidde, ook al was je hoe ver. Want al kon je niet lezen, niet schrijven, niet wat. Ik ken er niet één die jouw wijsheid bezat. Wat is er? Heb je hoofdpijn? Gaat wel. Kom maar. Oh. Dynamite! Okay, everybody, I'm gonna take you on a sea cruise. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh, and
hebben. Ze heeft niks gedaan, Meijer. Wat heb ik jou nou gezegd? Wat heb ik jou nou gezegd? Niet met pinda's uitgaan, dat heb ik toch tegen jou gezegd? Doe, Meijer, alsjeblieft. Nee, weet je wat ik met pinda's doe? Moet jij eens opletten. Kijk dit. Wat hebben we hier? We krijgen er hier ineens een leuk pinda-vijfje. Lekker vies voelen, Meijer. Lekker, lekker, pinda, lekker. Slijpmuziek, maestro, slijpmuziek. Een spiegelbeeld, vertel eens even. Ben ik reus zo mooi als jij? Is het waar, ben ik klimper? Is mijn vriendentijd voorbij? La, 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 la. Meijer! Tering! Sorry, wijfie. Everybody, let's go! Zo, ventje. Zul jij de Nonja en Tuan Besar netjes bedienen? Ja, meneer. Eet smakelijk. Mooi. Ingrid, ik wil je al heel lang iets vertellen. Ja, Herman. Ik wil jou ook al heel lang iets vertellen. Herman. 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 We moeten er wat aan doen. Wie, wij? Ja. Jij. Het is jouw zaak. Je gaat al een hele tijd met die ploppermeid, hè? Met een Indisch meisje, ja. Ik begrijp het niet. Wat vind je daar nou van? Is het lekkerder soms? Goed, goed, ik zeg al niks meer. Als het maar bij een geintje blijft, wip en wegwezen, zeg ik altijd maar. Ik dacht altijd, wie vreet er nou ploppervoer? Maar het lijkt wel of de hele buurt het vreet. Ik begrijp die mensen niet. Nee, nee, jij begrijpt de mensen zeker niet. Wat dacht je, dat ze dit blijven slikken? Dit en dit. Je moet de mensen wat anders geven, dat zeg ik al zo lang. Wat anders? Dit hier? Ik zou mijn ogen uit mijn kop schamen. De mensen willen wat nieuws. Je moet met je tijd meegaan. Zie je dat niet? Je was altijd te bang en te scheiterig om wat anders te proberen. Dat kun je van die Indo's niet zeggen. Wat lul je nou? Voor die ploppertent zit het hier vol. De mensen willen wat anders. Ik maak uit wat de mensen willen. Over een poosje kan je de tent overnemen en de baas spelen, maar eerder niet. En wie zegt dat ik... Hou je kop, Beppie! Als jij die tent gewoon aan Soet had verkocht voor zijn opslag, was er niks aan de hand geweest. Maar jij moest zo nodig slim zijn, hè? En een paar meijer extra verdienen. Slimpie van de broek. We zullen wel zien wie de slimste is. Komt dat proeven. Heerlijke correctie, hoort het goed. Heerlijke hamburgers. Een opengezierde broodje met daartussen een sappig stukje gegrild vlees. Ketchup en uitjes en dan naar smullenaar. Nou. Behoorlijke tegenvallen, meneer Van den Broek. En een flinke schadepost als niemand komt. Kan ik er wat aan doen? Moet ik die mensen hun haren de tent inslepen of zo? Of wou jij het soms doen? Nee. Nee, nee. Dat dacht ik al.
saus. Of is het thee? Het is heel goed. Hé, hey, Van den Broek, hoe gaat het ermee? Ja, we kwamen zojuist voorbij en toen dachten we, laten we even binnen een kijkje gaan nemen. Ja. Maar het ziet er zeer onsmakelijk uit. Niet waar? Ja, Jullie hebben dus nog niet gegeten. Specialité de la maison. Zet hem op. Kom op. Kom op. Rijk in. Zet hem op, Meijer. Daar, Meijer. Zet hem op. Ja. Nou, goed. Jij nog een keer. Concentratie! Kom op! Ja! Toen jij gisteren die klap voor je kop kreeg, toen dacht ik, oh jongens, dan gaan we zenden. Als Meijer verliest, dan bijt ik die ploppers een strot af. Dat doen we toch nog, we krijgen die ploppers nog wel. Hé, meteen even afrekenen. Kom op, hé. Ja, goed zo. Nog een boter met een vis. Kampioen Meijer. Ja, mooi. Dat is mazzel, Meijer. Puur mazzel. Volgend jaar maak ik je in. Dat zegt hij nou ieder jaar, maar winnen, hoor maar. Huh? Weet je wat jij zou moeten doen, varkensvisser? Beetje meer spek eten. Spek? Hier heb je spek voor je bek. Is er maar één. Kampioen, en daar ben ik. Hoe is dat? Na volgend jaar staat hij bij mij op de schoorsteen. En voorlopig staat hij bij mij, Spamiel. Zoiets, Charlie. Waarom laten ze ons niet met rust? We doen toch geen mens kwaad? Doe handschoenen aan, maatje. Je hebt toch ook geen handschoenen aan? Ik heb eelt op mijn handen. Ze jagen ons weg uit Indië. En dan komen we hier. En hier moeten ze ons niet. De Indonesiërs moeten ons niet, maar de Blanders ook niet. Niet huilen, man. Anders moet ik ook huilen. Waar moeten we dan naartoe? We hebben toch niet gevraagd hier te komen? Moeten we naar Amerika? Stil maar. We laten ons niet wegjagen. Het is toch altijd goed gegaan? Changanangis. Smoa akenderes kambali. Changantakut. Is
Je moet de schade betalen van de broek. Rot op, Benoit. Schade? Wat voor schade? Ik weet maar niks. Dat weet je heel goed. Ze hebben je gezien gisteravond. En jullie ook. Zeg, reis de Peter. Wat heb ik nou tegen jou gezegd, hè? Dan wordt hier geen ploppers. En nou oprotten met je stomme blauwe kop. Ga maar ergens anders een potje leggen, janken. Kijk voor de broek. Zo doe je dat nou. Je geeft ze gewoon een paar draaien om de oren en ze kruipen in hun schulden. Ik zat te denken, Benoit. Zo gaat het toch niet langer? Wat gaat niet langer zo? Jij slaat mijn tent in elkaar, ik sla jouw tent in elkaar. Jij slaat mijn tent in elkaar. Maakt niet uit wie er begonnen is. Jij laat je prijzen zakken, ik laat mijn prijzen zakken. We leiden allebei schade, daar gaat het om. Wat wou je daaraan doen? Ik heb plannen voor de toekomst, Benoit. Grote plannen. Oh ja? Ja, de tijden veranderen en ik vind dat je met je tijd mee moet gaan. Ja, dat vind ik ook. Ik ga uitbreiden en die tent voor jou kan ik best gebruiken. Ja, niet voor niks natuurlijk. Je krijgt je geld met rente en laten we zeggen een paar duizend extra voor het verbouwen en zo. 30.000 is een hoop geld, Benoit. Geld? Geld, jullie blammers denken alleen maar aan geld. Die zaken hebben we met onze eigen handen opgebouwd. Als ik daar rondloop, zegt niemand Benoit doe dit of Benoit doe dat. Daar ben ik de baas. Die zaak dat ben ik, die zaak dat zijn wij. Nog voor geen miljoen van de broek. Wees niet zo eigenwijs, Benoit. Pak die poen zolang het kan. Wat heb je, meis? Je ziet er slecht uit de laatste tijd. Niks, mam. Ach, je weet wel. Ayoma. Naar bed, naar bed, zei Duimelot. Suratua. Ja. Liedje, het zijn lekker pas. Ah joh. Maak je het niet te laat, meis? Ga je weer naar die meid? Je weet hoe ik erover denk, hè? Ja, dat weet ik, ja. Wip en wegwezen. Gaan we weer eens kegelen samen?
ik heb gehoord dat jij je zaak wilt terugkopen, hè? Hey. Krijgen doe ik hem niet. Nee, maar ik heb ook gehoord dat jij die ploppers geld wou geven. Weet je wat je bent? Hier ben je. Want dan kun je net zo goed je deur opengooien voor al die ploppers en die zoezoes en die bosjesmannen. Overhoud de kuttekop. En dan komen ze bij bosjes. Een klerenzooi worden. Een puinhoop. En voor je het weet, hè, is het land vergeven van de bruin en de zwarte en de rode en de gele. Ja. En noem maar op. Ja, dan zal ik jou eens wat vertellen van de boef. Weet je wat er dan gebeurt? Dat krioelt. En dat krioelt maar. Precies. Als ratten van de broek. Als ratten. Precies. En wij kunnen op een houtje bijten. Kijk maar naar je eigen tent. Wat moet ik dan? Alles. Alles van de broek. Maar niet buigen voor een stelletje van die bruine. Liever buigen dan barsten. Wij laten jou niet barsten, van de broek. We gaan je helpen. En mij? Juist. Wij gaan jou helpen, van de broek. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan jouw zaak weer helemaal op poten zetten. Helemaal picobello. Leg jij maar eens op. Wat gaan jullie dan doen? Hé, ga jij nou maar lekker pinten. Zorgen wij wel voor de rest. Hier heb je het adres van een dokter. Die vraagt niets en die zegt niets. En hier heb je geld. Brenda, ik wil niet dat je alles betaalt. Pak het nou, die dokter doet het niet voor niks. Ik wil geen geld. Nee, wat wil je dan? Wil je het kind houden? Zeg dan, wat zeg dan tenminste wat je denkt? Wil je trouwen? Wil jij trouwen? Gelukkig maar. Ik was al bang. Als jij niet wilt trouwen en ik ook niet, is er niks aan de hand. Hoef er geen probleem. Nou, te lullen, wat zit je nou te lullen? Vraag er naar je zin, wil je trouwen? Je wil trouwen, zeg. Ik wil trouwen. Als je wil trouwen, dan trouwen we toch wel. Ik wil niet trouwen, maar dat moet alleen met iemand die van me houdt. En niet als het moet. Die verdomde trots van jullie. Lucas, ja. Ah! 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 Ah!
dan moet het flink. Die rijdt niet erg blij mee zijn. Kijk dat niet. Vader heeft wat voor je gekocht. Doe nou, maak het nou open. Hij heeft het zelf voor je uitgezocht. Wat moet ze toch met een blanda? Nou, misschien wel trouwen. Trouwen? Ja, trouwen. Waarom niet? Met een kaaskop. Ach, als hij een kaaskop is, ben jij een pinda. Met hem. Goed. De dokter zegt dat het goed gaat. Hij is jong en gezond en... Hij wil niks van je aannemen. Hij wil je niet spreken, wil je niet zien. Wat een regen. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Straks vat je nog kou. In Indië zijn we regen gewend van de broek. Ik heb geen paraplu nodig. Ik ook niet. Wat dacht je, dat ik niet tegen een beetje regen kon? Ik ben een Hollander. Ik ben toevallig een Hollander. In Bandung hadden we ook zo'n eigenwijze blanda die dacht dat hij tegen de regen kon. Een dubbele longontsteking en 2 dagen later was hij dood. Wat moet het nou worden, Benoit? Een Hollandse kaaskop met een Indisch meisje. Pindakaas van de broek. Pindakaas. Open up your jaw now! Ik ken het ook wel, ik kom. Ik ben een beetje door, ja, oké.
niet. Heeft tante Beppe zijn zoen? Mag ik het dan doen? Met je handen eten. Slammetie doen? Slaap lekker. Tjabbo? Ja. Je billen wassen. Ja, wist je wel. Oh ja, nou, en dan een trassie. Oh, de granade. Stinkt. Ja, ja. Oh, ik heb nog iets voor je van de beroep. Je mag nou wel heen tegen me zeggen. Ik weet verdomme nog niet eens hoe jij heet. Nou, ik vind het nog een beetje te vroeg om elkaar bij de voornaam te noemen. Capsones. Wat? Je denkt toch niet dat ik dit aantrek? Dat zal je prima staan. Kom zeg, doe me een lol. Oh, dat is leuk, Henk. Dat is een heel leuk hemd. Dat moet je even aantrekken. Blijf van me af, Beb. Is dat niet erg genoeg? Moet ik ook nog voor aap lopen? Doe nou, doe het nou even aan. Zo de miet erop. Zo de miet erop. Dat moet je aantrekken van de broek. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Stel nog eens van Australië. Ren, ik weet het niet meer. Alles gaat toch goed? Misschien moeten we samen de zaak opbouwen. Laten onze ouders dat maar doen, joh. Loop nou niet weg van de broek. Nou, plezier nou. Je wil me vernederen, Benoit. Waar allemaal kennissen bij zijn. De grond in trappen, dat wil je. Vernederen. Je praat over vernederen. Nou, er moet nog heel wat gebeuren, wil jij mij Charlie noemen, Henk? In de zaak draagt iedereen zo'n hemd, dus jij ook. Wat krijgen we nou? Het is mijn zaak, dus ik ben de baas. Jouw zaak? Onze zaak. We zijn partners, vergeet dat niet. Daar ben ik net zo goed de baas als jij. Daarom hoef je nog niet de baas te spelen, Charlie. De waterman. Henk, de Zuiderkruis. Het grootste schip is de grote beer. Ze zitten af in Fremantle of Sydney. Je moet er 2 jaar wonen en werken. Maar betaalt goed. En, een eigen huis. En misschien... Hier jij, etterbak. Als ik niet bakken krijg. Don't you know I've got to find me a home right now in your heart? I'll travel over mountains, down highways, through the valleys, in the byways, just to find me a home in your heart. I'll bring you pretty flowers, candy moonbeams, fill your
Thank you.